Ja, dames en heren, de wedstrijd SV Capelle tegen Nummer 32 is juist afgelopen. Het was geen goede wedstrijd, maar wel spannend en een verdiende 0-1 overwinning, denk ik, voor Nummer 32. Trainer Rob Vloon, allereerst gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Ik, qua kansen en qua spel waren jullie iets beter dan, dan Capelle, vond ik. Ben ik helemaal met je eens. We hebben verzuimd om de 0-2 te maken en in ieder geval de nekslag te geven aan Capelle. Maar ja, in ieder geval een chapeau voor mijn team. Ja, ze hebben gevochten. Ja, want ze waren overal net een stapje vlugger dan SV Capelle. Ja, en als je zo'n een paasweekend meemaakt, dat is toch wel prachtig. Dit is een geweldig weekend. Het is echt een geweldig weekend. Vooraf ben je heel bang. Daar hebben we het samen over gehad. Om naar GVV te gaan. GVV 63. Nou, dan win je met 0-1. En ja, dan ga je hier naartoe. Nou ja, je wist dat hun wat blessures hadden. Wij hadden wat blessures en schorsingen. Dus het kon alle kanten op. Ja, nou, ja, dat de wedstrijd dan zo verloopt in een 0-1. Nou, ja, net wat ik net aangeef. We moeten hem sneller beslissen naar 0-2, 0-3. En dan is het nog wat billen knijpen op het laatste. Met allemaal hoge ballen van de tegenstander. Nou ja, ja, gelukkig keeper die staat daar 2 meter lang. En die pakt gewoon bijna alle ballen. Geweldig. Ja, die was geweldig. Vooral de eerste helft vond ik bij jullie van de rechterkant waren jullie zeer gevaarlijk. Nee, vanaf de rechterkant heel, heel erg gevaarlijk, ja. We hadden de opstelling iets aangepast. Normaal speelt Matthijs vanaf rechts. Die speelde nu vandaag meer vanaf centraal op 10. Zodat we dan, ja, je niet konden doorschuiven aan die kant. Ja, die heeft ontiegelijk veel loopvermogen. Ja, dat klopt, ja. Het was ook een mooi doelpunt trouwens, die 0-1 werd gemaakt. Maar ja, bij jullie was het ook, zeker de eerste helft, was het wat zorgvuldiger. Bij Capelle was er veel balverlies, slordig. Maar jullie was het, en de linie sloot aan. Ja, de tweede helft werd het allemaal wat minder, misschien wat moeigheid of zo. Ja, de tweede helft wordt wat rommeliger. Nou ja, Capelle heeft zaterdag ook moeten spelen, ook volle bak moeten spelen. Wij hebben zaterdag moeten spelen, volle bak. Nou ja, dan moet je 2 dagen later moet je weer gaan voetballen. Dus ja, dan zie je wel in de tweede helft terug, dan wordt het een rommelige wedstrijd van 2 kanten. Veel beleving en inzet aan allebei de zijdes. Maar ja, het eist wel zo'n tol natuurlijk als je in 48 uur 2 van deze potjes moet spelen. Ja, dat klopt. Maar je zet nu wel een goede, ik weet je moet nog wel aardig wat potjes spelen, maar je zet wel een goede stap in de richting van, nou ja, voor de hoofdprijs. We zetten nu Capelle op 7 punten met de wedstrijd minder, dus in theorie zou dat 10 kunnen worden. Ik hoor net dat Altena gelijk speelt, nou die stonden al op een punt of 11, 12. Ja, dit mogen wij niet meer afgeven, dit mag niet meer fout. Nee, dat dacht ik ook. Ik zou zeggen, de trainer gaat het heerlijk vieren, hè? Het einde van de Pasen, ja. Dat het erin nog leuk worden zo. Ja, jij dankjewel. Oké, u ook nog bedankt, hè. Oké.